Ja, als dat de criminaliteit daardoor weg zou vertrekken, dan is dat geen verkeerde oplossing. Breda Nu. Je weet het meteen. Een advocaat, huisarts en een Breda's politicus hebben plannen voor een grote wietkwekerij in onze stad. Met het teeltbedrijf goed voor een jaarproductie van 12.000 kilo cannabis, een omzet van 45 miljoen euro en ruim 100 medewerkers, wil het drietal in het overheidsexperiment stappen voor de legale teelt van cannabis. Ook onze burgemeester juicht deze legale grote wietkwekerij toe. Aan ons om uit te zoeken wat de Breda's inwoners hiervan vinden. Smoke weed every day. Wat zou u ervan vinden als Breda mee gaat doen aan legale wietkwekerij? Dat lijkt me een goed idee. En waarom? Om de criminaliteit buiten spel te zetten, zeg maar. Ja, als dat de criminaliteit daardoor weg zou vertrekken, dan is dat geen verkeerde oplossing. Ja, ik zou het eigenlijk wel een slim idee vinden, want zo zet je bovendien de criminelen buiten spel. Daarnaast, het ligt gewoon dan in handen van de overheid, weet je wel. En dan kun je dat wel beter reguleren en zo. Nou, ben ik wel voorstander van, ja. En waarom? Nou, wat je zegt, de criminelen... Om de criminelen buiten het veld te zetten, ja. U overvalt mij wel, maar ja, ik denk wel dat dat een goed streven is. En waarom? Nou, je haalt de drugs, de dealers haal je van de straat. Dus ja, is niet verkeerd. Legale wietkwekerijen, ja prima. En waarom? Zo voorkom je misschien anderen dat mensen zelf voor eigen recht gaan spelen en zelf gaan dealen. En jij? Ja, voor mij zou het niet uitmaken. Ze moeten het zelf weten. Verder heb ik niks met wiet of zo, maar inderdaad, anders krijg je net zoals dat mensen thuis plantjes gaan houden. En hoe staat u zelf tegenover het gebruik van drugs? Ik ben zelf tegen. Dat wil zeggen, ja, soft drugs, dat moeten mensen zelf weten. Hard drugs is not done. Ja, dat is voor ieder zich. Ik bedoel, dat moet iedereen voor zichzelf weten. En wat vind je van het drugsgebruik in het algemeen of de handel ervan? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Wat moet je daarvan vinden? Verschrikkelijk als je ziet hoe die mensen eraan onderdoor gaan en dat andere mensen daaraan verdienen. Verschrikkelijk. Ja, wie niet, hè? Als je in Amsterdam komt, dan moet je heel goed uitkijken. Dus ik denk dat het hier nog wel meevalt, maar ja, ik ben niet zo bekend hier, hè? Iedereen moet het lekker voor zichzelf bepalen en ik denk dat het geen kwaad kan. En iedereen kan heel goed voor zichzelf denken, dus ja. Breda Nu. Je weet het meteen.